Oké. We druppelen nog wat mensen binnen. Ik stel voor dat we beginnen. Het is 3 uur nu. Welkom bij deze presentatie, bij deze workshop, waarin de resultaten van het piping-experiment, dat is uitgevoerd door Stichting Eikdijk in samenwerking met Rijkswaterstaat Waterdienst en alle andere participanten daaraan. Deze workshop bestaat uit 3 onderdelen. Als eerste zal zometeen Huub de Bruin het piping-experiment toelichten en wat we gedaan hebben, wat de resultaten zijn. Daarna komen de bedrijven die hun sensortechnologie hebben getest in het piping-experiment aan bod. En vervolgens zullen we een aantal stellingen bespreken met elkaar. Dus Huub. Nou, bedankt Wouter. Ik wil jullie even kort wat vertellen wat we gedaan hebben daar in die periode van de Eikdijk-proeven. Ik wil jullie meenemen in het verhaal, even laten zien hoe leuk het is om dat soort proeven te mogen doen. En vooral ook om daarna stellingen neer te leggen. Wat je met monitoren zou kunnen doen om het risico van piping te kunnen beheersen. Ik zal eerst even vertellen in het kort. Dit zijn alle participanten die meedoen. Want zo'n proef kan je natuurlijk bijna nooit alleen betalen. Dus er doen een heleboel participanten aan mee. En ook in financiële bijdrage. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar hier staan ze op. Ze zijn genoemd allemaal. Nou, nog even kort, wat is piping? Hè? Een dijkje op een zandig ondergrond, een kleidijk, onderlaat onder de dijk. Hoge rivierwaterstand, er stroomt water onder de dijk door. En dat wil hier het pakket slecht doorlaat een laag omhoog drukken. En op een gegeven moment breekt dat en ontstaat er een klein kanaaltje. Als het kanaaltje ontstaat, komt er water doorheen en dan krijg je een welletje. Dat is dat kan je zien in het veld, hè. Zie je ronde dingetjes waar water uit omhoog komt, waar nog niet direct zand meevoert. En bij de volgende stap gaat dat welletje zand meevoeren en gaat het kanaaltje langzaam maar zeker teruggroeien van hier. En het zou uiteindelijk teruggroeien hier naartoe. Wat op de volgende sheet staat. Hier is het kanaaltje groter, dan groeit hij terug. En op een gegeven moment is hij een bepaald kritieke lengte voorbij en dan groeit hij sneller door. Zeg maar. In het begin groeit hij trager door, daarna gaat hij wat sneller door. En dan gaat steeds meer zand mee afvoeren. En uiteindelijk kan je begrijpen als het kanaaltje aan de bovenstroomse zijde is gekomen, dat dan het kanaaltje is doorgroeid en dan gaat die dijk ook bezwijken. Nou, dat was, dit plaatje zit al bij ons in leidraden, staat al sinds mensenheugenis, zeg maar. Alleen de twijfel was er nog wel bij sommigen of piping daadwerkelijk tot dit dijkfalen kon leiden. En dat was een van de doelstellingen ook vanuit, vanuit onze proeven, zeg maar. Het laatste plaatje die dijk helemaal weg is. Maar de doelstelling was van ons, het project bestond uit 2 grote hoofdmoten. Eén deel was monitoring, wat kunnen we monitoren aan piping. Het andere deel was, hoe kunnen we meer weten van het pipingmechanisme, zeg maar. En daar was al een programma opgestart, Sterkte en Belasting en Waterkeringen, van Rijkswaterstaat, een onderzoeksprogramma, wat leidt tot input voor de nieuwe leidraden. En daaruit volgden de 2 hoofdonderzoeksvragen voor deze test, zeg maar. Nou, vanuit Sterkte en Belasting en Waterkeringen, dus het Rijkswaterstaat deel, hadden we valideren en verbeteren van een verbeterde rekenregel die we hebben opgesteld op basis van allemaal kleine schaalproefjes, maar die laat ik nu niet zien. En vooral een showcase kan piping tot dijkdoorbraak leiden. Nou, dat laat ik jullie wel zien. En bij het valideren en verbeteren van de rekenregel zit vooral ook hoe het proces van piping, zoals we het nu hebben gezien, hoe je dat nou kan zien, of je dat ook kan meten en of het werkelijk zou optreden. En voor de Stichting Eikdijk is natuurlijk, kunnen we, en dan vooral met real-time monitoringsystemen in de dijk, piping zien leren. Dus dat je, zeg maar, met data die je meteen verzamelt en binnen een paar seconden kan interpreteren, kan zien of piping optreedt en in welke fase van het proces je zit, hè, hoeveel veiligheid je nog hebt. En kunnen we het eventueel tegengaan. Hè? Er zijn ook methoden om, zeg maar, water van onder de dijk weg te laten stromen via drainagesystemen. Om dan te kijken. Maar daar vertelt Harry straks nog wat over, denk ik. Ik zie hem niet, maar zo wel. Ik hoor hem wel. Ja. Nou, dit hebben we gebouwd en dat ziet er best interessant uit. Dit zijn 2 bakken. We hebben 2 bakken gemaakt voor de planning. Anders konden we de planning nooit halen. Om die 4 proeven in de tijdsbestek van juli tot en met juli was startbouw van die bakken. Tot en met december, einde, laatste proef. Hè? En maar goed, ook als het gaat vriezen, kun je die proef niet uitvoeren. Dus we ook echt geen maand uit kunnen lopen. Dan hebben we een probleem gehad met ons verhaal. Dat is niet gelukt. Wat we hebben gedaan is een. Dit is, zeg maar, de doorsnede dwars over de bak. Hier kijk je tegen de achterdijk aan. En hiervoor ligt dan de pipingdijk. Dit is een scheidingsdijkje. We hebben 2 bakken met zand gemaakt. En dit is de pipingconfiguratie. Hier gaan we het water op zetten. Dat is, zeg maar, in het vlak van tekening zo geprojecteerd. Dit is de lengte van de dijk, die was 15 meter. En hier gaan we dan, zeg maar, het zand zit hier direct aan het oppervlakte. Dus we hadden een kleidijk op zand liggen. En met zand meteen aan het oppervlakte. En dat was die dijk hebben we dus 4 keer gemaakt, 2 per bak. We hebben 2 soorten zand toegepast. Een grof zand,
Met een zandmediaan van ongeveer 180, of een D70 van ongeveer 180 micrometer. En een grove zand met een D70 van ongeveer 280 micrometer. En die ene bak was gevuld met grof zand, de andere bak met fijn zand. En beide proeven. 4 proeven gedaan. 2 proeven op de ene bak, 2 op de andere bak. Als er vragen zijn, hoor ik het graag. Maar ik ga een beetje snel met mijn kwartiertje. Dus dan moet het... of wat het nu is. Dit is het bak van bovenaf. Met dank aan TNO Meek, die zo'n foto heeft gemaakt aan een vliegertje. Dit is de bak hier. Hier komt dus de scheidingsdijk. Hier komt de pijpingdijk, zeg maar, op. He, dit is de bak die nog onder water zit. Dan is gewoon die bodem omhoog. En deze zijn we aan het vullen met zand. Lijkt allemaal heel eenvoudig, maar het zand moest en goed verzadigd zijn en het moest goed verdicht zijn. En dat is best allemaal nog wel heel lastig om dat in het veld op deze schaal te maken, zeg maar. Dus het stap ik nu heel snel overheen, maar in principe hebben we die fase van het aanleggen van die bakken wat vertraging opgelopen, een weekje. En dat was ook de enige vertraging die we hebben opgelopen, zeg maar, over het hele project. Wat gezien hoeveel het werk bijzonder knap is. Van de mensen die het uit moesten voeren dan. Dus indruk te geven van de monitoring. We, willen wat valideren, dus je moet gaan meten. Je moet kunnen kijken of je kan zien waar het pijpingproces zich bevindt. Dat hebben we gedaan met waterspanningsmeters. En die zitten allemaal in deze broodjes. Dit is de referentiemonitoring. Dus dat is de monitoring die Deltaars heeft gebruikt om het onderzoek te valideren. Je hebt natuurlijk ook een monitoring liggen van de participanten. Die weer op basis van de referentiemonitoring kijken of hun monitoring ziet wat wij ook zien met die waterspanningsmeters. Ja, tuurlijk. Hier wordt die dijk gebouwd. Ja, dit is de dijkgeometrie die je hier ziet. Ja. Oh, dat. Dus niet daarvoor. Nee, dit. Nou ja... Hij komt zo, hij komt loodrecht op al die opnemertjes te liggen. Nou, ik vroeg me even af of al die opnemertjes invloed hebben gehad op het vormen van die pipes. Ja, daar hebben we heel veel discussie over gehad. We willen natuurlijk zo min mogelijk verstoring hebben in het proces. Maar ze liggen op het zand. Je kan zien dat dit zijn kleibroodjes op het zand. Maar je ontkomt niet aan dat alles wat je op het zand aanbrengt, want het kanaaltje bevindt, gaat straks over dit zand, gaat die lopen. Ja... We hebben het zo goed mogelijk proberen tegen te gaan. We hebben het niet gezien, die beïnvloeding, want het ontstond niet random. Het stond gewoon keurig midden in de bak, wat je verwacht, of iets uit het midden. Ook niet echt bij waterspanningsmeters. Dus we hadden eigenlijk nog de angst dat als het kanaaltje hier zou ontstaan, dat we niks zouden meten, zeg maar, tot een hele tijd. Maar dat is niet het geval. Maar het is wel een afweging geweest tussen hoeveel monitoren stop je erin en wat in relatie tot het doel van je proeven. We hadden het ook opgeknipt, 2 proeven waren voor het valideren van die rekenregel. Daar stopten we zo min mogelijk monitoring in. En de andere 2 waren voor testen van monitoringsystemen. En daar stopten we zoveel mogelijk monitoring in. Maar er zat niet echt een heel significant verschil in. Dat viel best wel mee in de proefresultaten. Nou, zo keken we dan erop met een hoogwerker. Want we waren ook bang dat het zand een beetje ging verweken. Het kan ook, elk moment bezwijkt, verweekt het zand. Dus dan moet je in een hoogwerker zitten. Nou, dat was hartstikke leuk om te doen. Allemaal bordjes. De blauwe bordjes zijn watervoerende wellen. Dus zonder zand. En de rode bordjes zijn pijpingwellen. Dus dit is al in de verre voor het stadium in proef 1... En daar hangen we zo'n bakje, hebben we foto's gemaakt, af en toe gekeken naar het zand. En dat vanaf maandagochtend een uur of 9 tot zaterdagmiddag om 4 uur bij deze. En de langste proef van maandag tot zondag gedaan. En dan zaten we 24 uur per dag, zo 2 keer per uur in zo'n bakje. Ja. Dat was erg leuk. Het schept ook wel een bal. Nou, dit is... Dit zijn de resultaten van het validatieproces. Deze fase hebben we gezien en die hebben we ook opgeschreven in een validatierapport wat aan SBW is opgeleverd. We hebben 4 fases onderscheiden we. Nou, niet gewoon ook niet schokkend hoor, maar wel leuk. Voor het onderzoek zijn we begonnen met hele kleine bakjes, zo groot, en opgeschaald naar grotere schaal bakjes. En eigenlijk is dat proces wat je ziet, deze versering, die komt eigenlijk overal in terug. In die kleine bakjes en in die hele grote bak. Dus het begint met fase 1, erosieactiviteit en welvorming. Er kunnen hele kleine zandspoortjes zijn, hele kleine gaatjes in het zand zijn die je ziet. Schone wellen zie je. Maar nog geen zandtransport. Bij fase 2 zie je echt pijpvorming en dan zie je ook dat het zand wordt opgeworpen, zeg maar. En eigenlijk zien wij dat het proces bijna doorgaat in min of meer continue snelheid. Het komt wel iets trager op gang, maar als hij dan helemaal groeit, dan groeit hij gewoon terug. En uiteindelijk komt hij uit bij het bovenstroomse deel, is helemaal teruggegroeid. En dan krijg je fase 3 van het proces, pijpvorming en ruimen. Dan gaat dit water, gaat het kanaaltje opruimen, zeg maar, schoonmaken, zeg maar. En fase 4 is de dijkdoorbraak. Ik zal al die fase even laten zien in relatie tot wat we kunnen meten. En dat is ook wel handig voor straks om even te praten over wat je nou kan meten. Nou, hoe ziet fase 1 er nou uit? Nou, dat is dus wat je hier ziet, hè. Een heel klein spoortje zand wat hier zit. Daar zie je wel, daar is de klei die erop lag, is een beetje weg. Daar zit geen klei op, maar door het aanbrengen komt er nog iets van stof op. Dat slaat een beetje weg. Je ziet wat kleine spoortjes lopen. Maar je ziet nog geen zand koken. Je ziet nog geen zand in welletjes omhoog borrelen, zeg maar. Maar je ziet wel iets... Gek denk je wel van, dat zat er eerst nog niet. Hè? Dat is eigenlijk het verhaal wat je ziet, hè. Nou,
Bij grote vangen komt er wel water uit. En dat kan je ook zien, zeker als het water wat troebel was, dat er van die kleine draadjes omhoog kwamen. Dat je gewoon ziet dat er welvorming uit die dingen omhoog kwam. En op een gegeven moment, aan het eind van fase 1, begint er zand omhoog te komen uit het welletje. En dan gaan we over naar fase 2. Nou, in deze fase hebben we gemeten met... op het moment dat zeg maar, die welvorming ontstaat, zie je wel meteen dat die waterdrukken onder die dijk iets af gaan nemen. Zeg maar. En dit is een contourplot daarvan. Moet ik even vertellen wat je ziet. Dit is het benedenstroomse deel van het dijk, bovenstroomse deel van de dijk. En dit is zeg maar, op een gegeven moment verwacht je bepaalde waterstand in die dijk. En als die waterstand af gaat nemen benedenstrooms, is het teken dat het kanaaltje ontstaat. Nou, je kan hier zien dat 0 is zeg maar geen afwijking. Dus over waar de waterspanning is zoals we verwachten, is deze kleur aanwezig. Nou, het is ongeveer in dit gebied, zeg maar. Daar is de waterspanning zoals we verwachten, zonder dat er kanaaltjes ontstaan. En hier, hier ontstaan kanaaltjes. Daar neemt de waterdruk af. En dit is met een optische kabel gemeten van Kappelmeijer. In deze fase zie je daar lichte spoorzen, maar nog niet echt heel veel. Kom er straks op. We zijn er weer. Dit is wat je bij fase 2 ziet. Nou, duidelijk hè, hier zie je een krater liggen, ik weet niet of het licht is een beetje, maar hier zie je een kratertje liggen, met hier zie je zand in dansen. Dus heb je zand in voerende wel, zoals we die kennen uit de foto's, uit de leidraden. En wat we hier zien, zijn de waterspanningsmeters, en dan hebben we zeg maar, als je die dijk dan, nou een beetje lastig, maar we hebben de verhanger tussen verschillende meetrijen uitgezet. Dus je hebt de rij bij de teen, en de rij 3 meter erachter. En wat je ziet, dat normaliter als je het water omhoog komt, gaat die diffratielijn onderin dat zand, die stijgingslijn, die gaat zo staan. En als het kanaaltje ontstaat, zakt die iets in, omdat het kanaaltje ontstaat, wordt die gewoon doorlatender. En dat zie je hier ontstaan. Dus hier ontstaat het kanaaltje, waar die waterdruk ineens wegvalt, beneden stroom, zeg maar. Ja, dus verhangt tussen rij 1 en 3. In één keer zakt die weg. En dan is hier het kanaaltje hier bereikt. En bij kanaal 75, de midden onder de dijk, zie je dat die nog niet reageert erop, zeg maar. Dus dan neemt het verhang, ineens neemt het af en dan ontstaat het kanaaltje. Dat kan je meten in die fase aan de waterspanningsmeters. Gaan we naar fase 2. En dit is het principe van die verhanglijn. Zullen we het even uitleggen? Dit is wat je verwacht zonder dat je dus zonder dat je kanaalvorming hebt. Heb je gewoon als je hier een pijl bij zet in het zand, met je deze stijghoogte. Als het kanaaltje ontstaat, dan neemt hij als het ware hier een lagere stijghoogte aan. En dan gaat hij hier wat steiler lopen. En dat is wat je dan ziet. Dan zie je dat hier het verhang tussen die twee meetpunten afneemt en tussen die twee punten neemt iets toe. Want dit is de waterstand die je verwacht had zonder kanaaltjes. Nou, als je dat verder in het proces ziet, als hij verder gaat, als hij eenmaal doorgegaan is, zag je dat de waterspanning juist weer op ging lopen. Want dan wordt hier doorlatender en neemt de waterdruk onder de dijk neemt toe, zeg maar. En daarna kon je zeg maar, op waterspanningsmeters kon je aantonen wat er gebeurde. Ik ga een beetje ver met helemaal uit te leggen. Maar... Nou, dit is een filmpje. Als hij... Ja? Hij draait al. Ik kan hem nog even overnieuw doen dan, maar... Want hier moet je maar eens kijken wat je hier ziet. Als hij rood wordt, is het kanaaltje duwt hij van beneden, van boven stroom naar beneden stroomt, duwt hij schoon. Als hij blauw wordt, ontstaat het kanaaltje beneden stroomt. Kijk of ik nog één kan laten zien. Komt hij aan? Kijk, hier wordt hij eerst blauw aan de benedenkant. Hè? Dan neemt het waterdruk af. En dan groeit het kanaaltje terug. En hier komt dan die vonk naar beneden. En dan ruimt hij als het ware op. En dan is hij aan het schoon duwen, dat kanaaltje. En dit is vlak voor de dijkdoorbraak. Dus dat zag het er zo uit. Was eigenlijk de waterdruk overal, tot hier was hij eigenlijk al aan het ruimen, zeg maar. Het heel front gemaakt, alleen wat in die proef apart was, is dat eigenlijk de welvorm niet extreem veel toenam in deze fase. Dus we konden eigenlijk aan de welvorm niet zo heel goed zien dat hij nou daadwerkelijk op het punt van bezwijken stond. Als je dit plaatje zag, denk je van nou, dat duurt niet lang meer. Ja. Even page down, dan gaat hij nog een keer. Fase 3, pijpvorming. Nou, ik heb een paar minuten. Dat is wat je hier ziet, het ruimen van het proces, nog steeds zandtransport wat relatief binnen de perken blijft. Hè? Ik bedoel, zo schokkend is het niet wat we hier zien. Hè? Je moet het zo zien, dit is een proces al, dat het kanaal helemaal eens teruggroeit van benedenstrooms naar bovenstrooms. En soms duurde het dan nog meer dan 24 uur voordat die dijk bezweek. Bij de testdijk is allemaal testresultaten dit. Hè? Het zegt niks over het zegt wat over de werkelijkheid, maar dit is een testresultaten. Soms duurde het 24 uur voordat die bezweek, soms duurde het nog veel langer, een paar dagen. Bij proef 2. Bij het grovere zand duurde het op een of andere manier langer bij beide proeven dan bij beide proeven op het fijne zand. Dan ging die sneller kapot. En het bereiken van beneden zand resulteerde wel in een forse toename van zandtransport. Je zag het wel aan het zandtransport, het was wel fors, maar niet extreem. Nou, hier zie je nog wat temperatuurmetingen. En dan zie je ook dat er wat ontstaat, dat het water gewoon in het bezem anders van temperatuur is dan het water in het zandpakket. Dus dat zag je. Hier zie je nog wat, nou dit is een hele mooie wel hè. Mooi, hè? Hier zie je ook die kanaaltjes ontstaan. In het
Dit is met die optische kabel weer van, met die verwarmde kabel van Kappelmeijer. En je ziet duidelijk dat hier kanalen ontstaan. Dus beneden zoals boven, zoals je duidelijk hier aan het groeien is. Nou, zo gaat zo'n dijk uiteindelijk kapot, hè? Dat is fase 4. Dat ging ook in verschillende fasen. Bij de proef 1 ging hij vrij rap kapot, zoals hier. Met een, dus een dijk die nog met big packs in de kern had. We dachten dat het sneller ging. Later weer die dijk compleet van klei gebouwd. Dus een klei met een zandkern, zeg maar. En die stortte helemaal in. Die was helemaal weg en het water stroomde er ook overheen. Bij proef 3, 4 en 5 zakte de dijk wel enorm end in. Alleen, en dan praat ik, nou zoiets wel. Dan praat ik, alleen toen kwam het water niet meer overheen. Want we konden eigenlijk niet tegen het debiet wat uit die dijk stroomde, konden we niet pompen. Meer dan 220 kuub per uur. Daar kon je niet tegenaan pompen, zeg maar. Dus het was, we konden het water in het bassin, bij echt op de finale doorbraak, konden het water in dit bassin niet op peil houden. Dat zakte gewoon te snel in. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Komt een filmpje aan. Nou, dit gaat als een. Dit is een moment van doorbraken. Ik heb er wel geluid bij me, zet even uit, denk ik. Laat ik maar zo eigenlijk. Ja. Hey, dit is. Dit is proef 2 en er was daarvoor al een periode, dit is op zondag, en op vrijdag had hij al hele grote spoelgaten gegeven, ook hele grote kanalen al gegeven, ook al echt zanders, want het was al helemaal teruggegroeid, alleen toen sloeg hij eigenlijk weer dicht. Of die dijk nu ingezakt is, of dat is iets wat we nog moeten onderzoeken, maar in principe sloeg het kanaal weer een beetje dicht. Kijk, en uiteindelijk is hij ook wel, is hij ook echt helemaal... Ja, en dus dit is gewoon ja, erg leuk om te zien. Hè? Er zijn heel weinig mensen die... Er is ooit één beeld geweest, één ooggetuigenverslag uit Zalk van iemand die ziet een dijk bezwijken op piping. Een inspecteur uit 1926, meen ik. En die zegt van, nou, in Sandmeervoer wel gek, van een modderstroom omhoog. Nou, exact wat je hier ziet. Je ziet dat het gaat toch best wel rap nog van een wel een forse wel hoor, dat zou ik niet ontkennen. Maar na in één keer echt dat je denkt, hé, Frank, nou gaat die dijk kapot. Bij proef 1 dacht ik een kwartier voordat hij kapot ging nog, zou ik nog een keer wat gaan doen, zeg maar, aan het peilen. Maar goed, niet gedaan, hè. Dus zo moeilijk was het op, bij die proeven toch nog wel te zien. Uiteindelijk zag die dijk in, scheurt in. En omdat ik kan ook wel voorstellen, kijk, dit enorm veel water eruit komt. Dat het pijlhou in het bassin erboven niet hoog. Dus het zakt meteen in. Dus dat heeft een stabiliserend effect op de piping natuurlijk. Hij houdt het natuurlijk niet vol. Achteraf bleek die spoelgaten ruim 1,5 meter diep waren. En dat in een pakket van 3 meter zand. Er zijn best wel enorme grote spoelgaten. Ik ga even verder, jongen, anders kom ik in de klum met mijn tijd, denk ik, Wouter, of niet? Ja? Ja? Nee. Voor mij is het nu af. Ja, daar zie je trouwens dat spoelen. Je kon het spoelgat zien, hè? Aan de bovenstroomse kant. Je kon daar de borrels en de. Je kon het zien. Je kon de intredepunt kon je zien. De kleren dingen zijn die dingen. Maar ik breek hem nou wel af, Rijn, dat anders... Nou, dit is foto, wat kun je zien? Dit is nog een foto. Nou, hier zie je heel duidelijk op temperatuurkabels dat die tong van koud water het bassin wat doordringt natuurlijk. Alleen of je... dit is natuurlijk wat je ziet op het moment dat die dijk bezwijkt. Dat kan je dus goed zien aan de metingen. Maar een half uurtje later ziet het ook niet echt, hè. Dus dat is er voor waardevol is. Dit is trouwens wat we met een luisterbuis hebben gedaan. Hier hebben we water onder de dijk ontrokken. Wat je kan zien is dat op deze punten... dit zijn de waterdrukken in het zand, zeg maar. En hier hebben we de waterdruk verlaagd door die drain open te zetten onder de dijk. En dat stabiliseerde daardoor wel. Hè? De welvorming in proef 4 stabiliseerde daardoor, zeg maar. Maar als je het dicht draait, komt hij wel meteen weer op gang. Ja, hij was ook maar heel kort dicht gehouden, zeg maar. Maar dit was de luisterbuis, die, of andere namen hebben ze tegenwoordig. Mag ik? Dankjewel. En die hebben we opengezet en die liet een water onder de dijk vandaan stromen. Dan kun je dit zien. Nou, we kunnen het meerdere keren doen. Ja, dit is proef 3 enkele uren na doorbraak. En dit is proef 4. En dan de stelling, heb ik het toch nog niet gedaan, Wouter. Doen we ze nu of gaan we eerst de participanten? Oké, eerst de participanten. Zijn er nog vragen aan Huub? Ja? Kijk je nog een vraag? Oh, momentje. Voor de film. Maar voor de film, hè? Voor de film is het. Ja. Van Ome Willem. Mijn naam is Arjan Kooi en ik werk voor het projectbureau Veiligheid Nederland de Kaart. En ik heb een vraag. Want is het zo dat de situatie bij bezwijken optrad, nou later optrad dan gedacht of niet? Wat zo is, hè, dat we zijn. De predicties voor de piping ontstaan, rekentechnisch gezien, die liggen in de orde grootte dat wij voorspeld hadden. Alleen omdat het natuurlijk nooit eerder
In de kleine bakproefjes zie je gewoon het proces dat als het kanaaltje gaat groeien en het groeit terug, dat hij dan gaat ruimen en dan eigenlijk ook zoveel zal meegeven dat hij één keer instort. En doordat dit een grote schaal is, duurt het langer. Maar het is wel voorbij ons pijpingsproces. Hè. Ons pijpingsproces is kijken of dat kanaal ontstaat en met welke druk dat kanaal gaat ontstaan, zeg maar. Dat is wat je dan doet, is inzicht krijgen in het proces hoe het verder verloopt, maar het zou, als het goed is, is onze toetswoord dat kanaaltje mag ontstaan, hè, als ik het zo goed verwoord. Er was nog eerst een hand, zag ik net. Ja, momentje, ik kom er weer aan met de microfoon, anders komt het niet op de film. Ik vroeg me af hoe groot dat gat was. Sorry, je laat het zien, maar het is een beetje... Het spoelgat is... die bordjes waren half affiche, die zag drijven, die waren ongeveer zo groot. Dus die wellen waren, op het moment van bezwijken bij proef 1 waren ze ongeveer zoiets, moet je zien. Maar op het moment dat hij gaat spoelen, was het gat wel groter hoor. Ik denk wel een meter, anderhalve meter. Het gat is anderhalve meter diep uitgesleten. Ik denk ook anderhalve meter boven in doorsnede, orde grootte. Oké. Okay. Ook dat is pas als hij echt bezweken is. Hè. Daarvoor zijn het hele kleine dingetjes. Hè. Dan stel ik voor dat we nu naar de introductie gaan van de technologieën van de participanten. Het is de bedoeling om het kort te houden, 1 minuut. En daarin komt aan bod welke techniek is toegepast, wat er gemeten is en wanneer je dat soort technologie nou in zou kunnen zetten. En daar gaan we straks ook verder over discussiëren met de stellingen. Harry, mag ik jou als eerste voorvragen? Ja, ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Harry Bos van Volker Wessels Telecom. Wij hebben gaandeweg het Eikdijk-project een dijkmonitorings- en conditioneringssysteem ontdekt. Kun je die sheet erop zetten met die doorsnede van die dijk? Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. We hebben het vorig jaar in de macrostabiliteit hebben dit getest om te kijken of wij de phreatische lijn, dus de waterspanning in de dijk, zeg maar, kunnen beïnvloeden door water in te brengen en het eruit te halen. Dat doen wij met een buis die wij centraal onder de dijk plaatsen. Speciaal voor dit doel ontwikkelde filtratiebuis met een speciale zandommanteling. En daarmee zijn wij in staat om water in het dijklichaam te brengen, maar we kunnen het er ook uithalen. Gelijktijdig meten wij waterspanning en temperatuur in deze conditioneringsbuis. Dus wij kunnen het ook heel gecontroleerd doen. In het piping-experiment, daar hebben we nog even over na kunnen zitten denken van, ja, kunnen we daar invloed op uitoefenen? In de start hebben we wel het idee van, nou, als de eerste wellen hier ontstaan, dus de kans groot dat wij de pipe kunnen remmen doordat wij de weerstand verlagen door hem er hier uit te laten treden en het water gewoon af te voeren. In de praktijk is gebleken dat wij zeker kunnen. Zelfs dat als de pipe tot halverwege is, kunnen we nog het pipingproces stoppen. En we hebben dan aan het eind van het experiment, toen de pipe helemaal onderdoor was, was de laatste keer nog een keer opengezet en toen bleek zelfs dat wij dan het zand meevoeren nog konden stoppen. Het water lukte niet, er zit natuurlijk een enorm gat onder. Maar we konden de druk wel zo namelijk verlagen onder de dijk dat er geen zand meer mee werd gevoerd. Dus dat zijn onze resultaten. Is het zand dan door jullie buis weggevoerd? Misschien moet je. Wij hebben hier een klein steentje, zeg maar, daar staat zeg maar, de buis die wij gebruikt hebben. Dat is een geoptimaliseerde drain, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dus dat is een kunststof binnenmantel met slitsen erin. En die is ommanteld met een zandpakket. En die heeft een zodanige fijnheid dat het zand daar zelf niet door kan treden. Dankjewel. Ja. Waar blijft het water? Nou, kijk, ons idee daarover is, heel vaak heb je achter een dijk toch een kwelsloot liggen. Daar zou je het gewoon in kwijt kunnen. Je moet je niet voorstellen dat het echt hele grote volumes zijn. Maar je hoeft eigenlijk maar heel weinig af te voeren om dit proces al te stoppen. Zeker als je het hebt over conditionering, dan praat je eigenlijk eerder over liters dan over kubieke meters die je afvoert. Want de open ruimte tussen de zandkorrels of de kleikorrels in een dijk is zodanig klein. Je hoeft maar heel weinig water af te voeren om daar effect op uit te oefenen. Mocht er geen sloot aanwezig zijn, ja, dan moeten wij middels een pompsysteem natuurlijk het water naar een plek toe brengen waar we het weer af kunnen voeren. Bijvoorbeeld de rivier, want die staat dan aan de andere kant heel hoog. Ja. Ik wil nu verder gaan naar de laatste dan, want we moeten echt... Vertel, Reindert. Ik denk niet,
gewoon de pijpbreedte op vanuit de uitgaande turm. Dus nog een stuk zouden gaan geven, zouden we dan meer waterbreedte onder de dijk. Dan zouden die pijpen veel sneller gaan. Laten we dat maar niet doen. Ja. Even kijken, Onne, mag ik jou het woord geven? Mijn naam is Onne Reuzing, ik ben van Integ. Wij zijn de partij die middels een remote sensing techniek het pipingproces gedetecteerd hebben, dus op afstand. Ik heb daar een paar mooie sheets van. Oh, dit is de verkeerde, volgens mij. Klik eens door. Ja, nog even door. Anders sta ik hier straks een presentatie van een half uur te geven, terwijl ik 1 minuut had gekregen. Ja, nee, dit is niet de goede, dit. Een moment. Jammer. Hey. Nou, doe ik het stom, jongens, sorry. Ik hoor je. Die is. Naar beneden. Goed. Kijk. Nee, wacht hoor. Deze piping inter. Deze moet je. Ja. Dat is mijn klein. Ja. Het zijn maar een paar sheets. Er staat op tijd. Nou, dat gaat nu wel heel snel. Dit is het temperatuursbeeld wat je op afstand ziet. Dat is een beeld wat wij bewerkt hebben met een bepaalde formule waarbij je de herkenningpatronen gaat vinden van het pipingproces. Dus eigenlijk de ene laatste fase is dit. Dus je ziet hier heel duidelijk dat het de pipe aan het ruimen is. Hier stopt hij nu, dus betekent dat het gaatje iets is ingezakt en daar gaat hij weer verder. En in deze fase inderdaad zitten we eigenlijk boven het kritieke verval van de dijk. En dan de laatste fase, dat is dan de doorbraak. Helaas heb ik maar 1 minuutje, maar op de bedrijvenmarkt, daar kunnen we jullie straks de hele film laten zien als jullie er interesse in hebben. En je ziet inderdaad in deze hoek dat hij volledig doorbreekt en... In de eerdere fase zag je eigenlijk dat de meeste kwelactiviteiten ook in die hoek plaatsvonden. Hij loopt door. Hij loopt gewoon door. Dat was hem. Dankjewel, Onne. We gaan nu direct door naar de volgende spreker, anders dan hebben we te weinig tijd. Max en Wim, mag ik jullie het woord geven? Dankjewel. Wij zijn Max van Kelegom en Wim Houtmeijer. Wij zijn een dynamisch bedrijf, maar we hebben een statische presentatie. En wij houden ons bezig met bewegingen en trillingen. En dat doen wij inmiddels een dun kabeltje van amper 2 mm van nylon. En dat heeft specifieke eigenschappen om bewegingen en trillingen goed te registreren. Wat hebben wij gedaan? We hebben deelgenomen ook aan de macro-stabiliteitsproef en hebben we kunnen meten aan verplaatsingen. En voor de pipingproef hebben we ons gefixeerd op met name ook die bewegingen en kleine trillingen. En dat hebben we gedaan door te kijken naar de verplaatsing van onze kabels in de X, Y en Z richting. En we hebben gekeken naar trillingen in 2 frequentiebanden. Frequentieband A die loopt van 0,5 hertz tot 2,5 hertz. En dat is bewezen bij de macro-stabiliteitsproef dat dat een interessante maat is. En we hebben daarnaast ook gekeken naar de tweede frequentieband van 2,5 tot 12,5 hertz. En die blijkt weer interessant te zijn bij de pipingproef. Hoe hebben we onze kabels aangebracht? Dat komt op de volgende plaat. Het dwarsprofiel van de dijk. We hebben 6 kabels aangebracht in het zand. Die lagen redelijk dicht onder het scheidingsvlak. En 4 kabels in de klei. En die 4 kabels in de klei hebben gediend als referentie voor onze metingen. 1 plaatje met resultaten. We hebben er duizenden bij wijze van spreken. En er moet nog veel geanalyseerd worden, dan moet je iets daar gaan staan, want anders kan je het niet meer zien. Ja, oké. Dit is bijvoorbeeld de weergave van de beweging, die blauwe lijn. En aan de hand van deze beweging, als je daarop inzoomt, dan kun je hele kleine minuscule bewegingen zien. Wij kunnen met een nauwkeurigheid van onderdelen van millimeters, tienden van millimeters, kunnen wij bewegingen registreren. Wat verder interessant is, dat kunt u waarschijnlijk net niet zien, maar in de tweede frequentieband, waar ik het er straks over had, van 2,5 tot 12,5 hertz, daar zie je af en toe pieken in komen. Dus dan slaat opeens de amplitude slaat uit. En wij denken, maar dat moeten we nog gaan bewijzen, dat daarin een relatie is met het ontstaan van de pipes. En voor de rest ziet u ook de andere frequentieband, ziet u op en neer golven.
En daar zijn we druk nog mee bezig met de analyse. Maar de eerste richtingen geven aan dat in die allereerste, de laagste frequentieband, de grote bewegingen geregistreerd kunnen worden. En in de wat hogere frequentieband, de fijne trillingen. Dank jullie wel. Erik Peters. Ik moet mijn klokje gelijk gaan zetten, want die minuten die blijken iets langer te duren. Dankjewel. Erik Peters van Alert Solutions. We zagen in de presentatie van Huib net een foto van de referentiemonitoring. Die rijen met waterspanningsmeters, die lagen op de overgang tussen zand en klei. Wij hebben geobeatsketens op eenzelfde soort wijze aangebracht, maar dan in de zandlaag op enige diepte. Op verschillende dieptes, 20, 50 en 100 centimeter onder die overgang tussen zand en klei. En wij lagen dan weer tussen deze rijen in. Op elk meetpunt, dus met elke geobiet gelijktijdig waterspanning, beweging en temperatuur gemeten. De waterspanningsmetingen op 20 centimeter komen zeer goed overeen met de referentiemonitoring. Maar het interessante is dat we ook in zo'n goed doorlatende zandlaag op een meter diepte dat pipingproces nog goed kunnen volgen en lokaliseren. Met soortgelijke profielen. En de scherpte van die pieken zakt wel wat af als je wat dieper in het zand gaat. Maar het is onmiskenbaar een pipingproces wat je kan waarnemen. Dus zolang je goed in die doorlatende laag zit met je instrument, kan je ook piping aan een oppervlak detecteren. Daarnaast temperatuurmetingen. En we zien ook in die zandlaag scherpe temperatuurwijzigingen op diezelfde momenten. Dat wat met de glasvezels ook weer aan dat interface is aangetoond, zagen we ook met de discrete temperatuursensoren op enige diepte, dat waterstroming op gang komt en dat leidt tot een goed detecteerbare temperatuurwijziging. Bewegingen zien we wat minder scherp in dat zandpakket, die komen wat later op gang en dat vergt wat meer interpretatie om die echt te koppelen aan gelokaliseerde piping en dat zou in het vervolgstadium ook plaatsvinden. De koppeling naar de praktijk. Nabij de teen zien we natuurlijk als eerste de piping ontstaan. Zien we ook de scherpste waterspanningspieken. Het zou interessant zijn om in een echte grondsamenstellingsopbouw te kijken waar je in een goed doorlatend zandpakket moet zitten om dicht bij de teen piping vroegtijdig te signaleren. Dus een mooie praktijk vervolgstap lijkt me. Laten we een praktijklocatie gaan vinden. Even kijken. Martin, wil jij nog? Oh, ja. Gerrit Dortland van Ten Kate. We hebben gezamenlijk met Inventec deelgenomen aan het pipingproject, als ook aan het macrostabiliteitsproject. En zoals even al liet zien, de referentiemonitoring met glasvezel is ook door Geodetect gedaan. Geodetect is een optische glasvezel die verwerkt is in principe in geotextiel. En daarmee een hele goede overdracht van beweging in de grond naar het geotextiel geeft. We hebben zowel in dit project rekmeting als temperatuurmeting gedaan. En dat ook gevisualiseerd aan de hand van de kleurschakering die je ziet over in de opnames die daarvan gemaakt zijn. In alle vier de proeven is de geodetect in het zand toegepast, dus onder de interface van zand en klei. En ook in alle vier de proeven is het piping goed gedetecteerd. REC is voornamelijk in de proeven waarbij de transfer van beweging in het dijklichaam naar het geotextiel meetbaar is, het meest naar voren gekomen en in mindere mate ook bij de losgeplaatste kabels. Dus een van de conclusies van het project is dat het in ieder geval goed traceerbaar is waar piping optreedt en ook ruim van tevoren traceerbaar is tot anderhalve dag van tevoren de eerste metingen daarvan. En dat eigenlijk op niet de meest ideale positie in het dijklichaam. Daar laat ik het bij. En de rest, als u verder geïnteresseerd bent, uiteraard bij onze stand in de bedrijvenmarkt. Dankjewel. Dan zit ik nog even te kijken. Mag ik jou het woord geven voor Fugo? Mijn naam is Chris van Isselt voor Fugo. Wij hebben SP-metingen gedaan. Eigenlijk in de laatste proef.
En de elektroden, zijn potentiaal elektroden, die hebben wij geplaatst aan de voet van de dijk. Ja, het volgende. Hier aan de voet, een rij elektroden. En net daarachter zijn de elektroden, computer. Ja. En wat wij gemeten hebben is over een paar dagen. We zijn zaterdag, we hebben de elektroden geïnstalleerd. Dit is de moment waarop de dijk doorbrak. En hier zie je een grote piek, zo'n 4,5 uur van tevoren. En we hebben er een filmpje van gemaakt. Zoals je hier ziet, je ziet de veranderingen. Dat doet hij niks. Ja, je ziet de verandering lopen. En de verkleuringen waar de elektroden zeg maar, de meting oppikken. Deze data is wel achteraf geprocessed. We moeten het nog online, dat is het beste natuurlijk, om als een early warning system moeten we dat ook online zien te hebben. Maar er zit ook heel veel ruis in de data en daar moeten we nog kijken hoe we dat kunnen filteren online. Nou, je ziet het is het moment zo'n beetje waar de dijk doorbreekt. Maar zo 4,5 uur van tevoren hebben we dat kunnen meten. Dank u wel. Zijn er nog meer bedrijven van piping aanwezig? Ik heb hier nog twee staan, GTC en ITC. Die is niet aanwezig. En het ITC uit Enschede, ik heb Robert Hak ook niet gezien. Nee, oké. We hebben nog 10 minuten. Huub, welke stelling wil die oppakken? Ik denk dat het leukste is om met stelling 2 te beginnen. Kijk, we hebben gezien dat het een gevaarlijk faalmechanisme is, hè, maar dat was op zich ook wel bekend. Niet voor niks in VNK een dominant faalmechanisme. Maar is het daarom ook noodzakelijk, als je het wel goed kan meten en goed kan monitoren en goed kan aanzien komen, om daar om dat risico helemaal uit te bannen in dure versterkingsmaatregelen? Of zou je aandurven om dat te doen in monitoringstechnieken? Eventueel met ontlastingen van drainageconstructies. Dus of dat je een restrisico afdekt of dat je iets meer dan een restrisico aftrekken. Je hebt natuurlijk interventiemaatregelen, maar gewoon eens kijken hoe jullie erover denken. Of dat een optie is. Wie wil daarop reageren? Joop Wijers. Joop Wijers, Rijkswaterstaat. Op het moment dat je iets aan gaat leggen, dan denk ik dat je al gauw een drain aanlegt. Dan ben je dus het probleem kwijt. Dus als je iets in de grootte van een drain aanlegt om te kunnen monitoren, dan leg dan gewoon die drain en dan hoef je niet meer te monitoren. Of een filterconstructie naar beide tanken. Het zou interessant zijn als je iets aanlegt wat je heel makkelijk aanlegt met heel weinig moeite. En dat zou bij het begin van een dijk kunnen zijn dat je dat dus iets meet. Maar of je dat dan op durft te vertrouwen. Nou, dat is het punt, hè? Dat is het punt. Als je je één keer in de steek laat, ben je het los. Ja. Want daar, als hij helemaal gaat, gaat hij toch ook wel vrij snel voor een dijk. Op het moment dat hij dat soort hoeveelheden eruit stroomt, als je er dus aan gaat vlak voor het bezwijken. Nou, dan zou ik eigenlijk alleen maar gaan rennen. Ja, je moet ook nadenken. Ja, klopt. En in welke fase van de straat je het wil meten. Hè? Je moet eigenlijk dat ontstaan van die eerste zandmeervoerende wellen die je ook visueel zou kunnen zien. Die zou eigenlijk willen detecteren, denk ik. Hè? Want dan heb je tijd genoeg. Hè? Dan kun je het op afstand zien. Tot nu toe is het zo dat de eerste keer dat ik bij een hoogwaterprobleem betrokken raakte, was eigenlijk in de 80e jaren. Toen zagen we ettelijke honderden. En ja, er werd eigenlijk vrij laconiek mee omgegaan in die tijd. Er is toch geen enige problemen opgeleverd. Nee. En je ziet wel, dat was ook niet zo'n hele grote, maar we hebben toch wel wel gezien in het langspannende kanaal, waar etelijke kubus in de sloot lagen. Ja. En in de zomer zag je dan wat scheuren en wat verzakkingen in de talud ontstaan. Dat werd bijgewerkt. Het ding zakte dicht. Maar dat was natuurlijk ook niet echt een doorbraak. Dat was gewoon een uitspoelgat dicht bij die teen. Ja, en als je dat zou kunnen monitoren, maar het is ook dermate zichtbaar. Als je dan met een dijkbewaking bezig bent. Maar het is net van, kan je ergens de das om doen wat je zou kunnen monitoren met iets. Ik denk op het moment dat je dan iets groots in moet zetten wat ook draineert, leg dan gelijk die drain erin. Ja. Daar ben je er vanaf. Okay. Ja. Zijn er nog andere reacties op deze stelling? Monitoren, is een drain genoeg? Hoef je niet meer te meten? De drain meten. Dat die blijft werken. Toch? De drain spoelen, ja? Verder is iedereen het wel eens met deze stelling. Met kanttekening van Joop. Oh, wacht even. Kom ik weer met een microfoon, hè? Werd net al genoemd dat ook uit VNK
resultaten blijkt dat piping een serieus faalmechanisme is. Dat meer bijdraagt dan dat we altijd gedacht hadden aan de totale faalkans. Maar een deel daarvan is ook onzekerheid. Hè? Ja. Je kunt niet in de grond kijken. Maar ja, met allerlei meetzaken wel. Maar zo gauw je dus je onzekerheden in je ondergrond en de belangrijke parameters wegneemt, kun je ook heel veel meer zeggen over hoe sterk je dijk is op dit faalmechanisme. Dus dat aan die kant kun je ook nog sleutelen. En ook monitoren om je gegevens scherper op orde te krijgen. Eigenlijk meten. Ja, meten is weten. Dat roepen we al heel lang, maar okay. Is wel zo. Ja, een goede ding. Ja. Erik? Ja, eigenlijk een vraag terug aan Joop Weijers. U zei, als we met dijkbewaking bezig zijn, nou, ze zijn vrij goed te zien, dus dan vallen ze wel op. Maar hoe weten we nou dat we overal op het juiste moment tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn? Hoe organiseren we dat? Komt de microfoon aan. En 's avonds, ja, na werktijd. Nou, tot nu toe is het altijd gelukt, maar resultaten van nu zijn geen garantie voor de toekomst. Dus dat ben ik wel met je eens. Maar het is wel zo dat je, als je dan zeker wil zijn dat je zo detecteert versus een monitoring systeem, dan wil ik eerst wel eens zien van wat je moet doen om zo'n monitoring systeem die ze inderdaad op tijd detecteert ook aan te leggen in al die dijken in Nederland die potentieel met piping zouden gaan bezwijken. En dat is het punt. Op het moment dat je dus inderdaad iets erin moet zetten en je moet een groot stuk van die dijk afgraven, dan ben je al zo intensief bezig. Dat ik zou zeggen, nou maak dan gelijk een goede dijk. Maar en dat is bijna altijd mogelijk als je zoveel inspanningen moet gaan doen. Iets anders is, en dat hoorde ik net, dat je natuurlijk een groot gedeelte van de problemen die we nu uit de rekenpartij zien komen, die komen voort uit onzekerheid. Niet in wezen uit echte natuurlijke spreiding, maar omdat we niet weten wat er zit, nemen we conservatieve aannamen en dan reken je hem stuk. En omdat je het niet uit kunt sluiten, is dat ook de juiste engineering wat je moet doen. Alleen als je natuurlijk een aantal dijken kunt monitoren en dan op den duur meer leert hoe je met die onzekerheden om moet gaan, dat is pure winst. Ja. Dus het is niet zo dat dit soort dingen, ik zou wil disqualificeren als waardeloos. Maar als je het gericht kunt gaan gebruiken om meer van het proces te leren en om te leren hoe je met die onzekerheden in de natuur om moet gaan, dan is dit gewoon goud. Ja. En zo moet je het ook zien. En dan kun je ook her en der in een dijk meer effort doen. Een paar kilometer waarvan je dit soort dingen wel verwacht om daar meer van te leren. En dan ook te leren waar de echte problemen zitten. En dan kun je heel gestuurd dit als een stuurmiddel gebruiken. En dat zou ik inderdaad echt pure winst vinden. Wat dat betreft is dit zeker een goede ontwikkeling. Maar vooral ook om te leren. Ja. Een mooie opmerking. Ja. Laten we de monitoringstechnieken helemaal vergeten. Ik durf het bijna niet te zeggen. En we gaan die dijken gewoon robuust maken. Hè? We maken ze zo dat piping niet op kan treden. Ja, Ruud Dekker? Ja, ik heb dan toch nog wel even een vraag. Ik kom uit Hollandse Delta. En daar is toch een andere maatgevende omstandigheden als op de bovenrivieren. In het kader van ook dijkbewaking al verschillende oude mensen ook al gevraagd. Hebben jullie dit fenomeen gezien, bijvoorbeeld in het gebied? Niemand kan dat bevestigen. En ik vraag me nog steeds af, is die factor tijd dat daar nog onvoldoende mee wordt gedaan? En dat je dat in het bovenrivierengebied, kan dat heel dominant zijn, heel langdurig. Maar die kortdurende periodes, dat je daar ook een effect kan krijgen. Want in ons geval, als daar dijkversterking van piping, dan is er een hele hoop, hele lange steunbermen die je moet gaan aanleggen. Heel kostbaar. En vraag ik me wel eens af, is dat dan absoluut noodzakelijk? Als je de tijdsduur erbij gaat betrekken. Om te voorkomen dat hier in mijn achtertuin ook een pipingberm komt. Ik woon in de Hollandse Delta. nou, niet zo dicht bij een dijk dat ik echt in gevaar ben. Maar het is inderdaad zo dat dit fenomeen heeft zich in het verleden, toen we net met die pipingontwikkeling bezig waren, inderdaad heel erg intensief voorgedaan langs de Oost-Schelde. Daar hebben we inderdaad ook, als je daar de stationaire berekeningen toepast, dan rekenen we dus alle dijken langs de Oost-Schelde stuk. En als je dan inderdaad aan het meten was aan die waterspanningen, bleven die duidelijk achter
wat je zou verwachten bij een stationair. Dus dat liep langzaam om en het getij was alweer weg voordat het in de stationaire situatie was. Dus vanuit de drukontwikkeling onder een dijk kun je heel veel winst boeken als je een normaal een getijde situatie hebt die korter duurt dan wat je dus inderdaad in die weken durende hoogwatergolf in het riviergebied ziet. En daar hebben we heel veel winst geboekt daar op die manier. Het is wel een behoorlijke rekenpartij, maar je moet behoorlijk intensiever modelleren. Maar het is zeker de moeite waard om te kijken wat je daarmee kunt doen. En je moet niet denken dat dat 10% is, het is veel meer. Maar het hangt wel af van de dikte van de zandlagen eronder. Als die erg dik zijn, dan doet het dus veel minder. Als de topzandlagen wat dunner zijn, dan blijft die waterspanningsontwikkelingen ver achter. Hmm. Oké. Zijn er nog reacties hierop? Laatste reacties? Ik denk, we zitten nu... Ja, waar hoort je? Ja, Erik? Nog één allerlaatste reactie. Ja, ik kreeg niet op de laatste opmerkingen, maar op een eerdere opmerking kreeg ik een beetje het gevoel dat het beeld begint te ontstaan dat we dijken moeten opgraven om monitoring aan te leggen. En het is toch mijn nadrukkelijk beeld dat de meeste van de systemen die in de Eikdijk zijn toegepast zich ook wel lenen voor non-destructieve installatie. Dat wilde ik toch wel even helder overbrengen, dat beeld. En er zijn ook remote sensing technieken. En die doen helemaal geen schade. Laat dat gezegd zijn. Zoals ook vanochtend door Christian Jacobs is aangegeven in zijn presentatie over de Live Dijk. Je kunt ook sensortechnologie in een dijk installeren zonder dat die dijk faalt of zonder dat je hem onacceptabel beschadigt. Dankjewel voor je aanvulling daar. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid hier. Mocht u nog vragen hebben over het piping-experiment, ik denk dat we hier nog eventjes blijven een aantal minuten. Op de bedrijvenmarkt staan de bedrijven met hun resultaten. En voor aanvullende informatie zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar en meer dan bereid om de antwoorden op te geven. Dus dank u wel. Fijne dag verder.